Het Van der Valk Hotel Tiel is al sinds jaar en dag een bekend stukje Tiel. Sinds kort vinden er ingrijpende verbouwingen plaats. Er wordt zelfs een hoteltoren langs de A15 gebouwd. Tiel krijgt een nieuwe horizon. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal en wat gaat er veranderen? In Op de Hoogte geef je wekelijks een uniek kijkje in de keuken bij Nederlands leukste en meest gastvrije horecafamilie. In deze aflevering gaan we terug in de tijd. Hoe begon het allemaal? 86 open, drukke tijd gehad. Hard gewerkt in het begin. Het was nog niet helemaal open. Een aantal kamers hadden we open, iets van 12 kamers of zo. Dat werd langzaam afgebouwd. Het zwembad was nog niet open. De zalen beneden nog niet, alleen de bovenzalen. Toen zijn wij zelf in 87 in de bovenzalen getrouwd, was het eigenlijk beneden nog helemaal niet open. En hard gewerkt, eigenlijk altijd hard gewerkt. Maar de laatste tijd wordt het natuurlijk anders. Alles verandert, ook qua techniek en qua communicatiemiddelen. We hebben vroeger hier nog met een telex gewerkt. We pakken de doos met oude foto's erbij. En al snel komen de verhalen boven. Dit was een moment in, ik schat zo'n beetje 1978, maar misschien staat er achter op de foto. Nee, staat er niet op. Een foto gemaakt in ons woonhuis in Nuland. Foto is gemaakt ter de ere van het afleveren van de bouwvergunning voor het eerste hotel Tiel door burgemeester Pop. En daarnaast zat onze architect en mijn vader. Dus de bouwvergunning werd daar afgeleverd. Burgemeester Pop heeft er ook heel veel aan gedaan om ons als bedrijf naar Tiel te krijgen toen de tijd. Ik hoor tegenwoordig dat hij in Haarlem zit, volgens mij. Haarlem zit hij? Ja. Ja. Aardig man. Gert-Jan en Elfie van der Valk zijn inmiddels geen onbekenden meer in Tiel. Maar hoe hebben ze elkaar ooit ontmoet voordat ze begonnen met Hotel Tiel, zo'n 30 jaar geleden? Ik ben in Brabant opgegroeid. Nou, dat kan je wel horen aan mijn zachte G. Gert-Jan trouwens ook. Die is in Vught opgegroeid. Ik ben in Dongen opgegroeid. We hebben elkaar leren kennen in Gilserijen, waar ik een weekendbaantje had in het hotel. En ben ik verliefd geworden. Ja, hoe ging dat? Ja, hij nodigde me uit voor een feestje. En dat was in Avifauna, in het Vogelpark. Daar was onze eerste zoen. En toen hadden we... Vroeger had je toen meteen verkering eigenlijk. En ik had ook echt wel het idee dat het echt voor het echt was. Ik was 18, ik was hartstikke jong. Ik had net mijn rijbewijs, dus toen kon ik echt met het autootje naar Gilserijen rijden vanuit Dongen. En na 2 jaar zijn wij samen naar Zwijndrecht gegaan. Toen kocht mijn schoonvader destijds Hotel Zwijndrecht, heette dat. Daar hebben we 2,5 jaar gedaan. En in de tussentijd is toen, dat was in 83 dat we dat overnamen. En in 86 zijn we hier open gegaan, dus toen zijn we meteen hier naartoe gekomen. Even stilstaan bij de historie van het hotel roept gelijk allerlei verhalen van toen op. Ik zoek eigenlijk die Corso-wagens. Weet je dat nog, dat we die hadden? Kijk, hier heb je weer een... Ja, dat is eigenlijk wel echt mooi. Dat is mooi hoor. Ja, dat is ja, zeker. Goeie foto ook. Ja. Weet je nog die Corso-wagens waar we dan Grand Dessert-wagen van maakten? Die zou ik graag nog eens even die foto willen zien. Daar bouwden we de vuurwerk op. Met het rookijs. Dat was echt heel spectaculair. We hebben ook prinses Juliana gehad, weet je dat nog? Bij die Rode Kruisgala. Jij hielp ze de bus uit. Nee, ik hielp ze naar beneden. En toen zei ze, jongeman, dat kan ik prima zelf. Dat was heel leuk. Ja, dat was leuk, hè? In 1986 begonnen ze met Hotel Tiel. En in de loop der jaren stapelen de mooie en dierbare herinneringen zich op. Het eerste waar je aan denkt is dat er heel verschrikkelijk veel gebeurd is. Gewoon wat we hier allemaal gedaan hebben. Maar het is eigenlijk nog veel meer. Dus je ziet elke ding. Oh ja, dat hebben we nog gedaan. Dat hebben we nog gedaan. Dat is er gebeurd. MAVO-feest met 2000 man. Ga zo maar door. Je hebt zo verschrikkelijk veel dingen gedaan. En het is wel leuk om dat eens een keer terug te zien. Dus ik denk dat wij nog eens gaan kijken of we nog meer foto's kunnen vinden uit de oude doos. Om nog eens even te genieten van wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Best veel.
In de volgende aflevering van Op de Hoogte blikken we terug met de medewerkers van Hotel Tiel, waarvan sommigen al sinds de start in 1986 werkzaam zijn. Met leuke anekdotes, verhalen en belevenissen van de mensen die er 24 uur per dag voor zorgden dat Hotel Tiel geopend was. En we kijken hoe het nieuwe hotel op zoek gaat naar medewerkers.